Ik ben Henk van het Hof, eigenaar van machineverhuur Oosterwolde. Wij zijn 19 jaar geleden begonnen, ben ik alleen begonnen, met de verhuur van machines voor de bouw, landbouw, grondverzet. En nou zijn we hier gevestigd aan de Oostendorpenstraatweg in Oosterwolde. We hebben op het ogenblik 7 personeelsleden. En we doen van alles in grondverzet, verhuur van machines richting particulieren, bedrijven, gemeentes, overheidsinstelling. We verhuren machines zonder machinist, met machinist, net wat de klant wenst. Particulieren kunnen hier terecht voor allerlei kleine handmachines en bedrijven voor de grotere machines richting bouw en tuinbouw, landbouw, grondverzet. We staan hier in de verhuurhal. Het is onze grote hal waar de machines retour komen. We hebben daar een plekje voor waar mensen de machines weer neer kunnen zetten. Onze monteur Chris die kijkt ze dan na, allemaal stuk voor stuk. Ze worden nagekeken dat ze het nog goed doen. En machines die het nodig hebben worden weer afgevuld, zodat ze allemaal weer klaarstaan voor goed gebruik. Dat ze weer de verhuur in kunnen. 1 keer per jaar worden al onze machines VCA gekeurd. Dat is een keurmerk waar wij als bedrijf nu 2 jaar aan voldoen. Waar we best wel trots op zijn eigenlijk. We hebben een aantal externe bedrijven die ook hun machines hier laten keuren. En dan kunnen hun ook weer door met hun VCA. De machines die klaar zijn van ons, die gaan weer terug in het schap. Zodat mensen ze kunnen halen. We hebben hier een heel veel opslag waar alles staat, zodat we ze makkelijk op soort weer uit het schap kunnen halen en mee kunnen geven. Daarbij geven wij natuurlijk ook het een en ander aan advies. Wat mensen zelf niet weten, kunnen wij hun natuurlijk altijd adviseren. Wat voor boormachine hun nodig hebben, wat voor hakhamer hun nodig hebben, kachels, etcetera, etcetera. Dit is onze tweede hal. Die hebben we sinds 1,5 jaar in gebruik. Hier hebben we de wat grotere machines staan. Onder andere de hoogwerkers, de aggregaten. Er zijn er nu een aantal niet. Die aggregaten voorzien veel evenementen in de omgeving ook van stroom. Daarbij hebben wij ook verdeelkasten en kabels die wij daarbij verhuren. Hier staan ook de wat grotere kachels. Nu sta ik lekker onder de terraskachel, welke ook zeer geschikt is voor de particulier. Dus heb je met dit weer een tuinfeestje en wil je wat langer doorgaan, huur zo'n lekkere kachel erbij. Dan sta je in ieder geval lekker warm. We hebben hier ook nog wat compressoren staan, welke ook veelal in de bouw gebruikt worden. En we zijn erg blij met deze grote hal, zodat we de grotere machines ook onder dak kunnen laten staan en ze droog en warm staan. We staan hier bij een groepje tuinmachines, dat hebben wij ook. We hebben hier bijvoorbeeld een grondfreesje waarmee je de tuin klaar kunt maaien voor bijvoorbeeld, inzaaien. Een verticuteermachine, welke gebruikt wordt in het voor- en in het najaar om even de mos uit het gezond te verwijderen. Een stobbenfrees voor als je een boom omgezaagd hebt en er zit nog een stop in de grond, dan kan je die hier makkelijker mee verwijderen. We hebben een nieuw apparaat, een klepelmaaier, waar ook de veegmachine aangehangen kan worden. Zodat je dus, de klepelmachine is voor bijvoorbeeld taai gras te maaien. En veegmachine, ach, die spreekt voor zichzelf. We hebben ook een breed assortiment voor de bestrating. Onder andere trilmachines, van groot tot klein. Dat wil zeggen dat je er onder andere sierbestrating mee kunt doen. Dat kun je met een wat lichter trilplaatje. En we hebben ook de zwaardere waar bijvoorbeeld vrachtwagens overheen moeten. Daarbij hebben wij ook bandenzaag om de banden te zagen. Stenen knippers om ze te knippen. Nou ja, noem maar op. Alles wat voor bestrating nodig is, hebben wij hier ook staan. En kunt u natuurlijk ook bij ons huren.
Hier hebben we een stukje grond verzet. Ik zit nu op de bak van een mini-kraantje. Deze verhuren wij eigenlijk over het algemeen alleen met machinist. We hebben 4 jongens die de hele dag, bijna elke dag op pad zijn met een kraantje om bedrijven te assisteren bij het graafwerkzaamheden. We hebben hier nog een shovel staan. Dit is onze grootste. We hebben ook nog een kleinere, maar die is op het moment niet thuis. Daarnaast staat onze grote MAN. We hebben 4 vrachtwagens waar we eigen transport mee doen. Deze is uitgerust met een autolaadkraan, waarvoor wij ook voor anderen transport kunnen doen. Omdat die uitgerust is met een kraan. We kunnen zo makkelijk dingen, zwaardere dingen oppakken en meenemen en naar een andere plek vervoeren. Wat we ook nog hebben is een toiletje. Deze is zeer geschikt voor evenementen. Je kunt hem ook op een kleine buurtfeestje zetten. Dan hoef je niet bij een ander naar de toilet. Ze gaan vrij veel. Deze worden ook veel verhuurd voor de bouwbedrijven. Omdat volgens het VCA een toilet ter beschikking moet staan op een bouwplaats. Dit is ons agrarisch hoekje. Er is één dingetje dat er eigenlijk even afvalt. Dat is de bouwlift. Die wordt gebruikt in de bouw om dingen op hoogte te brengen. Bijvoorbeeld stenen, et cetera. We hebben hier nog een klein kippertje staan. Een veewagen. Een balenklem. Een weilandbloter en een kuilfreesje. Deze worden meestal gehuurd door de boeren hier in de omgeving. Want dingen zoals een kuilfrees, ja, dat gebruik je niet elke dag. Alleen als je ingekuild hebt en voer even af moet dekken. De veewagen is natuurlijk even voor transport. Wat hier in de omgeving toch niet zo heel veel meer gebeurt. Maar als je hem nodig hebt, is het best wel handig als je hem even voor een paar uurtjes kunt huren. We hebben ook een aantal aanhangwagens staan. Van enkelasser tot 2-asser en zelfs een 3-asser. We hebben een aanhangwagentje wat ook uitgerust kan worden met een huif. Zodat u, als u eventueel gaat verhuizen of wat dan ook, dat u het droog kunt vervoeren. We hebben ook een bouwkeetje staan nog. Daar hebben we er ook meerdere van. Deze worden ook wel eens gebruikt op evenementen als betalingsstation. We hebben ook nog, wat hier ook nog staat, bouwhekken en stempels. Bouwhek is natuurlijk heel handig als er wat afgezet moet worden. We worden wel eens gevraagd dat als er ergens brand geweest is, dat we dan snel even dat een hek omheen zetten. Dat hebben we ook allemaal. We staan hier nog even voor onze nieuwe gevel. We hebben 2 jaar terug de boel verbouwd. We hebben hierboven nog 2 mooie ruime kantoorruimtes. Mocht u daar belangstelling voor hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De machines die wij niet in het assortiment hebben, maar die u graag zou willen huren, kunnen wij natuurlijk altijd voor u regelen. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Wilt u nog meer over ons weten, kunt u altijd even kijken op onze website www.machineverhuuroosterwolde.nl of kijk op onze Facebook. We zien u graag een keer hier langskomen.